Zo, welkom terug zou ik zeggen, maar het kan best zijn dat je deze wedstrijd pas over een half jaar kijkt. Dus welkom. we gaan een teammatch kijken tussen Bâtons Lumières versus de Habsburgers. Beide spelen in de halve finale van de teams, overigens. Dat wordt later nog wel uitgelegd hoe dat allemaal zit. Wij hebben namelijk wat moeite met het indelen van de laatste teammatches. Dat gaat vooral voor de Redemption Bracket, niet per se de normale bracket. Waar deze teams, allemaal heren, in zitten. De stream start natuurlijk met 5 minuten, want we hebben die spectator delay. Ik ga het weer via Capture Rates proberen. En ik kan hem wel alvast vertellen waarvoor gekozen is. We zitten op de map Mangrove Jungle. En als ik me niet vergis, is dat zo'n map waar je ook ineens met een scout of met een dock die galleys kan gaan rushen. Want volgens mij zijn iedereen een beetje een eilandje tussen allemaal bomen en ben je met water waar je over kan lopen met elkaar verbonden. But I could be wrong en dan lachen we allemaal. De gekozen civs, team Bâtons Lumières. Bestaan uit Sofolite, VA en Raylite. Hebben gekozen voor Mongols en Goths. Dus Mongols natuurlijk bekend vanwege een straffe scout rush. En natuurlijk de Mangudais. Zeker late game een hele zware deathball kunnen ze creëren. En daarover gesproken, Raylite gaat voor Goths. Die late game natuurlijk heel erg bekend staat. Om de Goths spam. De infantry spam. Ik ben benieuwd. Hij speelt hier vaker mee en hij speelt er graag mee. Dus dat belooft wat. In het andere team, de Habsburgers, bespeeld door Yuri MB, Sir Yuri MB. En de two subset, gekozen voor Mayans en Burgundians. Mayans natuurlijk echt een archer civ. En Burgundians een cavalry civ. En ook een eco civ, dus ze zijn late game ook sterk. Ze krijgen hun upgrades 1 era later. Dus in Dark Age kun je al Feudal Age Technologies researchen. Het gaat alleen om de economie hier trouwens. Ja, super toffe civ. Heb ik zelf ook meegespeeld. Ze hebben ook nog zo'n geniale tech. Dat ze in één keer alles omzetten naar Flemish Militia. Dus al je villagers worden in één klap Flemish Militia. Spelers van Age of Empires 3 herkennen dit wel als The Revolution. En dat is echt een hit or miss. Ik vind het een geweldige strategie om in je koffertje te hebben. En Mayans natuurlijk, de Plumed Archer. Hè? Hele sterke archers. Even kijken, hoe gaan die het spelen tegen de Mangudais? Tegen de Goths gaan ze natuurlijk weinig beginnen. Want die hebben de Huskarls. Ik denk dat ze het van de Mangudais misschien wel eens kunnen winnen. Want ook de Plumed Archer is een hele snelle unit. Een beetje een fast infantry, zeg maar. Dus dit gaat spannend worden. Beide teams spelen echt lekkere wedstrijden al. Mooi op elkaar ingespeeld. Ik weet toevallig ook dat beide teams al een beetje met elkaar geoefend hebben zelfs. De afgelopen dagen. Dus... ja, ik heb wel zin in deze wedstrijd. Zo, 30 seconden. Ik weet eigenlijk niet wat jullie zien. Nou, jullie zien gewoon nog de spectate van Capture Age. Ja, dus daar moet ik eventjes mee wachten. Ik weet zeker dat ik dit beter kan instellen hoor. Een andere keer. Ik ben al lang blij dat het weer werkt, joh. Wat vindt de chat van de teamcompensaties? Mongols en Goths versus Mayans en Burgundians. Ik weet even niet uit mijn hoofd de teambonussen. Nou, misschien als ik er heel hard over nadenk, maar... Oh my god, incapablo. Dit weet je toch? Oké, ik heb beeld. Laat hem even wachten.
En ik selecteer nu Capture Edge. Dat gaat snel. Oh, gelukkig. Ik mag blijven, want ik had wel gelijk in de map type. Kijken of jullie het ook kunnen zien. Ja. Geen berry bushes. Dus wat doe je het mee? Met heel veel water buffalo's. En twee rhino's. Veel vlees. Wel een zeldzame diersoort. Dus mensen dit niet thuis doen. Don't try this at home. Hertjes. Dus je ziet, iedereen zit een beetje op een eiland. En hier heb je water. Maar dat is water waar je ook op kan lopen. Dus varen en lopen. Ik zie dat Dorandeo heel erg blij is met de mapkeus. je ziet ook maar... Oh, dit is een grappig gedaan trouwens. Zie je, Yuri is hier connected met Folight. En die is connected met Raylight. En die is connected hier met To Subset. Dus hoe ga je je trade cards naar elkaar brengen? Wauw. Dit is echt super vervelend. Dit is natuurlijk wel dat je heel goed... Raylight is hier de Sjaak. Even als... Folight. Want die zitten dus tussen twee teams. Zo. Waarom gebeurt dit? Vragen we ons af. Nou, dat komt omdat de optie Teams Together niet is aangevinkt. En dat is correct. Dus dan krijg je deze situaties. Erg spannend. En vervelend als je een plan had natuurlijk. Oh Sam, dat is een goede opmerking. Raylight en Folight kunnen elkaar veel beter support leveren dan Yuri en 2Subset. Dus als je het mij vraagt, zou de play van Yuri en 2Subset highly aggressive moeten zijn. Goede opmerking. Aan de andere kant natuurlijk, als de een de ander helpt, sta je wel weer bloot voor een aanval van de andere kant. Dus dit is interessant. Oké, ik heb net de hele tijd naar Folight gekeken. Is wel even interessant om naar iemand anders toe te gaan. Yuri voor de Mayans. Dus die hebben ook zo'n te gekke scout. Ik weet niet waar die loopt. Hier nu. Zo'n Eagle Warrior. Shot it. Ik weet niet meer uit mijn hoofd waarom. Maar dit schijnt een van de beste start scouts te zijn die je kan krijgen. Volgens mij iets met bonus damage. Of misschien line of sight. Oh, kijk eens. Iemand gaat heel snel dokken. Folight dokt heel snel. Even kijken. Raylight zegt van... Yo, val... To Subset maar aan. Wat hij scout, scout ik dan ook automatisch. Er zit een nadeel aan. Als ik dit door heb... Dan ga ik linea recta naar mijn town center. En dan is het die bel. En de scout van Folight... Die staat hier gewoon te chillen. En ik zie dat... Nou, ik ben benieuwd. En 2Subset doet het ook. Nou, Yuri. Ja, keurig. Goed afgesproken met elkaar. First blood. En ook... ja, keurig, Yuri. Nee, niet keurig, Yuri. Je hebt met je town center je rhino gekild. Dus het komt met een prijs. Dat is zonde. Die ben je kwijt. Want als de town center je rhino kilt, dan krijg je er geen vlees meer van. Dat moet door een villager gebeuren. Zo. Yuri ook dokken. Verstandig. We gaan even naar Raylight. Raylight is gods. Die hebben natuurlijk geen walls. Op zich niet heel hard nodig in deze map. We zien hem al een beetje naar gold toe neigen in Dark Age. En haalt zijn tweede rhino binnen. Succesvol. Al een barak staan.
Nou, gods krijgen natuurlijk goedkopere infantry. En dat start ook al in Dark Age trouwens. Maar naarmate de ages doorgaan, wordt die bonus groter. Daarom wil je een god player het liefst late game hebben. Want dan heb je de maximale korting op je units. 2 subset. Oh, wat een sober kamp als je dat vergelijkt met de rest, hè? Heel kaal nog. Houses is met een dok begonnen. En een. Ik vind dit trouwens wel heel mooi, hoor. Een hele mooie defensive lumbercamp. Die vind ik wel heel mooi. Even kijken. Ik zie Feudal Time voor Folite. En die gaat nu voor de barracks. En hij heeft natuurlijk dok. En ik zie gewoon al Juri heeft net opgelet, denk ik. Die denkt van, nee, dat was een goede strategie van Sir Folite. Dus ik ga nu ook met een militia push. Ik ga hem etteren. Ja, wat wil je dan nu aanpakken? Lumbercamp, erg prettig. Maar op zich is er best wel veel hout. Er wordt hier, kijk eens, er wordt wel keurig gewold van Folite, hoor. Zou ik eens even kijken? Oh, kijk eens. Folite is wel klaar met die scout. Dat is. Alsjeblieft. Dus ik denk dat Juri sneaky wilde zijn. Maar per ongeluk nu de lumbercamp ontdekt. Op zich doen bijna geen schade, hè, die militias. Dus het is nog niet zo heel boeiend. En double kill. Kill, 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 kill. Er zijn al 3 scouts down. Volgens mij alleen die van Juri die nog ergens rondloopt. Of heb ik dat gemist misschien? Shot it. Ja, daar is die. Trouwens, Juri, als je dan toch wil aanvallen met scouts, waarom doe je je scouten niet bij? Laat hem ook aanvallen. Oh, kijk eens. Defensive play Folite. Ja, nu kun je weg met je militias. Wacht. Geen murderrolls natuurlijk. Je kan het aanvallen. Geen murderrolls. Wat natuurlijk leuk is. Dit is natuurlijk wel zo. Folite heeft een watchtower gemaakt. Kost je 100 steen. Ja, die steen wil hij waarschijnlijk gebruiken voor een tweede town center later. Misschien heeft hij nog wel 100 steen over, hoor. Volgens mij begin met 200. Maar het is wel een beetje, ja. Er is wel een tower afgedwongen door Juri. Dus dat is gewoon keurig spel. Shot it. Ja, jullie doen niet zoveel meer. Ik ga niet meer kijken. Zo. Ik moet toch hier even heen, want ik had dit wel verwacht, inderdaad. Ja, dit is dus heel vervelend. Ja, wat ga je dan doen, hè? Wat ga je nu doen? Je speelt deze map. Wie weet, op de chat, weten jullie, wat ga je nu doen? Er komen galleys op je af. In feudal. Early feudal. Wat ga je doen? Wat is de reactie? Tower? Tower met arches wordt genoemd. Ik denk fireships groeien is het door een deel, maar melee units volgens mij niet. Want het zijn. Deze kunnen gewoon hit en run doen, hè? Want ze hebben een hogere snelheid. Dus het zijn gewoon arches on the water. Kijk hier, we zien dat Juri zoiets heeft van oké, dan ga ik hier maar etteren. Ik zou heel snel neigen naar een torentje op deze plek. Maar ja, dan vaar je natuurlijk makkelijk langs, dat weet ik ook wel. Of natuurlijk je fireships. Fireships is goud. Maar er zijn inmiddels dus al 3, hè. En kijk eens wat ze doen. Nee, niet. Ze komen er net niet bij. Oh, lucky you.
Yuri houdt de druk mooi op. En hier komt de Fire Galley van Folite. Dus we hebben gewoon echt een heavy water push op Yuri. Yuri gaat voor de market. En Skirms misschien? Ja, ik zie wel dat Yuri het een beetje zwaar heeft. Hier komt ook een market. Ik weet niet waarom die dit doen, maar... Als je dan iets aanvalt. Ja, ik weet dat er gevechten hier zijn, dus ik moet hier toch even blijven kijken. Dus het enige wat Folite nu creëert, is dat je van de resources afgaat, hè? Wat natuurlijk effectief is. Nou, zet ze erin. Voor meer firepower. Heeft hij wel range? Ja, hij heeft wel de range. Ja, je moet ze erin zetten, jongen. Nu is het maar één pijl. Yuri flared. Die zegt van, hey, toesubset. Hier is onze vijand. En nu flared hij nog een keer. Want hij is ook hier. Oh. Hoe is dit gebeurd? Toesubset. Wat een ally. Moet je kijken. Hij gaat niet Raylight scout rushen. Hij gaat Yuri defenden. Yuri heeft zelf ook nu een... Oké, dit gaat hij denk ik wel afweren op deze manier. Oh, dit is trouwens ook van Toesubset. Jemig. Je bent gewoon helemaal langs het kamp van Raylight en van Folite gegaan voor je defense. Keurig. Ik denk dat als je ermee had aangevallen het ook wel effectief was hoor. Kijk, respons van Folite is mooi hoor. Meteen into Spears. Ja, die ga je niet winnen natuurlijk hè. Dat, Knights winnen dat, maar niet Scouts. Oh, kijk eens. Oh, een mooi werk van de spelers zeg. Ja, kijk, dat gevecht wil je dus wel aan. En support van de Arches van Yuri. Keurig, goed werk, goed werk. Welkom Brodiadoc. Dit belooft al heel wat te worden, Brodiadoc. We hebben een hele mooie teamverdeling in de map. Want paars hoort bij grijs en oranje hoort bij cyan. Of turquoise. En ze hebben... Nou ja, je ziet wel hoe ze verdeeld zijn. Echt, je zou toch zo graag nu een Mangonel maken en je eigen pad even naar je ally toe brengen. Hè? Hoe gaaf is dat? En hoe veilige trade route heb je daarna ook? Even kijken wat hier gebeurt, want Raylight is natuurlijk ook in actie gekomen. Die heeft zoiets van, joh, ik ga die defensive supplies even stoppen. Succesvol, zeer succesvol. Ik zie Yuri naar Castle gaan als eerste. Keurig. Dat is wel een morale hit op Folite, denk ik. Ik denk niet dat hij Yuri Kessel wilde laten bereiken vanwege zo'n early attack. Nee, net niet. En Folite trekt inmiddels ook terug. Je ziet van, ik heb gedaan wat ik kon. Ik zie dat Raylight naar Castle Edge gaat. En ik zie hier een remaining scout van Toesubset. Nou, dit is gewoon op de kermis, of niet, hè? Dit is prijsschieten. Oh. En Folite. Nee, Yuri nu naar Castle. Oh, zei ik net dat. Heb ik de verkeerde in Castle zien gaan net? Well, if I did, excuse me. Oeh, dubbele archers nou. En Toesubset vond het mooi geweest. Wij kijken eventjes
naar Raylight. Want ik zie hier op zich wel een mooi legertje staan van Raylight. Yes. En wat is dat? Stagger Formation? Ik denk dat die straks geüpgrade worden en hier naartoe. Het is aardig drukker hier geworden, ook een defensive tower. Die vind ik wel erg prettig geplaatst, moet ik zeggen hoor. Gewoon lekker in het midden. Annoying. Die scouts gaan niks betekenen tegen deze units. Zie je het nog een beetje? Deze kan inmiddels nu wel hier geplaatst worden, zou ik zeggen. Scheelt het heen en weer lopen. Tweede town center voor Sir Yuri. En ook Folite gaat nu Castle in. Nou, dat is wel Folite's era. Dat hebben we net ook wel gezien. Mooi legertje, Yuri, daar ga je niks mee doen. En dat heeft hij ook wel door. Nee, daar doe je niet zoveel mee met... Er zit een hoge pierce armor op die fire galleys. En ook to subset gaat nu Castle Age. Volgens mij ben ik wat in de war met de Castle Ages, mensen. Dus dit is wel... zullen ze de relic verdedigen? Dus... Raylight is gewoon lekker aan het uitbouwen hier. Hij mag zijn lumbercamps hier wel neerzetten. Dat zou wel echt toffer zijn. En hetzelfde geldt voor deze... Want het is, hier kun je al bouwen namelijk. Ik denk niet dat hij het weet. En ook hier zien we de scout neer van to subset. Eventjes hier weer naartoe. Ja, dit gaat zeker een aanval worden naar Yuri zo. En hij heeft niet de juiste units hier tegen. Demolition drafts, now we're talking. Gewazen hè, niet één voor één sturen. En een goede aanval van Folite op de Arches. Ja, die ben je kwijt. En ook de Scouts. Kijk, wat geresort wordt door Crop Rotation. Dat is een Imperial tag. Maar Burgundians krijgen die dus één tag eerder. Grappig, hè? Dus Sir Folite gaat zeker weten, ja, die villages die pakken die scout wel aan, zou ik zeggen. Maar ja, Yuri ziet het ook. Hij ziet het ook. Wegwezen. Deze wordt lastiger. Hij is natuurlijk Mongols, hè. Die hebben sterkere light cav, maar deze is nog geen light cav. So, came to the wrong neighborhood, Mr. Scout. Oké, jullie mogen weer aan het werk. Ja, je blijft gewoon staan. Oké. How to get rid of the body? You do it. You grab a shovel. Verdere opmars van Folite. Dus die wil nu gewoon deze graag neer hebben. En daar hebben we de Knights. Kijk, en die doen wel. Oh! Ja, die ruimen dit wel op. Nou, oké, die zijn we kwijt. Daar hoef ik niet eens naar te kijken. En nu heeft Yuri het wel zwaar. Yuri heeft nu zijn hulp nodig. En we gaan even naar zijn hulp kijken. Want ik zie hier wat gebeuren. Kijk eens hoe Raylight dit volgebouwd heeft. Wauw. Ja, daar mag je inmiddels wel Siege voor gebruiken, man. To subset. Ja, komt met zijn Knights. Dus die kan hier wel echt goed schade doen nu. Ja.
Zo, ik laat nu even zien hoe Patrick altijd streamt. Dus die dock gaat neer. Yuri heeft het zwaar hier. Wel twee towncenters. Hier komt een kasteel. Dus Mangodice incoming. En het lijkt erop dat To Subset heel graag weer defense wil sturen. Maar zijn attack legertje is een beetje weg. Wat zie ik hier? Cavalier voor To Subset. Keurig. Oh. Ja, dat zijn er nu 6. Ja, call it a panic castle. Ja, pikemans. Queue up the pikemans. Dit kasteel gaat hem wel echt helpen trouwens. Yuri onder zwaar vuur hoor. Ja, dat kasteel gaat ook wel omhoog. Meteen je villages erin. Dat is jammer hè, ze verspreiden nu, maar je wil ze er eigenlijk meteen indrukken. Heb je murder rolls trouwens? Geen murder rolls en Folite weet het. Maar kijk eens, dit ruimt de knights wel op. Ja, de vraag voor To Subset nu, hè. Ga je dus meer hulp sturen naar Yuri of probeer je nu druk te zetten op Raylight? Moeilijke keuze. We zien wel dat Raylight hulp gaat krijgen van Sir Folite. Dus dat is wel mooi. Dat betekent waarschijnlijk dat de aanvallen even wat gaan verminderen op Yuri. Kijk eens, cavaliers in het kamp. Ja, die vreten ook wel pikemans op, hoor. Dat zijn de Burgundians, hè? Die krijgen de cavaliers ook eerder. En met korting. Goed punt, Dorondeo. Want Raylight en Folite kunnen vrij makkelijk traden met elkaar. Wat Yuri en To Subset niet kunnen. Ja, wat dat betreft is er wel een beetje een unfair advantage deze map, hè? Dat ze op deze manier gespawnd zijn. Maar ja, hey. Random is random. We vragen het uiterste met Age of Gamers. Kijk, daar hebben we de Mango Dice. Oh, Yuri, better start skirms. Ja, kijk, halberdiers doen niet zoveel met hit and run. Je moet echt skirms hier hebben. Ja, je ziet To Subset echt wel voor echt een teamplayer hier. Die komt dus echt gewoon weer te hulp. Dit is trouwens ook wel effectief tegen Mango Dice. Zeker als ze nog niet zo'n groot groepje hebben. En ik zie een paar Steppenlancers. Goed voor raiden. Kijk eens, incasseert hij, hè? Oké, nu heeft Sir Folite het even zwaar. Maar op de minimap zie ik het alweer. Die twee castles van Raylight gaan ervoor zorgen dat To Subset niet meer verdediging gaat helpen sturen. Kijk, je probeert een beetje te microen, maar... Ja, wat kan ik zeggen? Cavaliers zijn badass. Oeh, maar je loopt wel naar een kasteel.
You're not gonna like that. Dus even kijken wat Yuri doet. Die gaat voor nog een town center. Hier hebben we nog een annoying little folite ship die aan het patrouilleren is. Dus Yuri is wonden aan het likken. Zijn folite heeft ook al klappen gehad. En ik zie dat iemand heel erg in de pikes gaat. Misschien nu wel de beste moment voor 2-subset om Raylight aan te vallen en niet Yuri te hulp te schieten. Hoe vervelende keus dat ook gaat zijn. Want je moet nu eerst die kastelen op oplossen. Dit kijk eens. 1, 2, 3. Je bent 3 cavaliers kwijt van de 6, hè? Gewoon om eromheen te lopen. Dat moet je niet meer willen, joh. Of ga hier nog even raiden. Dan is ook wel tof. Oké, dat is wel tof. Ik zie ze vooruit weer naar Yuri toe. En dat gaat een harde klap worden. Dit zijn er al best veel, 9. Dus je bent meer ploemtaartjes nodig. Ploemtaartjes zijn denk ik een goede counter op de Mangodite. Stop ze in je town center, jongen. Ik weet niet waarom je dit doet, Fallout. Maar Yuri laat het toe. Kijken wat hier gebeurt. Dat zijn die 3 die te hulp moeten schieten. Hij is zeg ik. 2-subset die moet echt eerst Raylight oplossen. Wil die hulp gaan schieten aan Yuri, denk ik. Dus wat Yuri kan doen is natuurlijk meer castles, meer defense. Maar er wordt Imperial gecued voor 2-subset en hij gaat ook voor de Burgundian Vineyards. Dat betekent dat alle farms van 2-subset ook goud genereren. Heel klein beetje. Gaan we weer met de Mango Dice. Dat zijn te veel Mango Dice voor jouw 4 archers, Yuri. Je hebt meer units nodig. Kijk eens, skirmishers, dat is goed. Laten we eens kijken hoe effectief we zijn. Nee, helemaal niet. Helemaal niet, joh. Ja, dit is ook een vuurpeloton uitlopen. Yuri heeft het zwaar. Ik denk dat 2-subset straks de traps kan creëren. En dan kan hij hier weer even een pad maken. Ja. En zie ik hier een castle van... Panic Castle... Nee, geen Panic Castle. Duidelijk een castle drop van Fallout. En nu erg verdedigd. Dus die gaat wel op, hoor. Yuri heeft niet genoeg voor verdediging hier. Dus een castle drop. En ik ga nu even hier naartoe. Hier gebeurt nog niets. Nee, trek het maar terug. Trek het maar terug. En hier wordt... Nee, hij zit nog niet Imperial, hè? Nog weer een poging van 2-subset hier. Dus dat is op zich mooi, hè? Hij heeft er wel weer 4... Hij heeft er wel weer paarden langs gekregen op een of andere manier. Ik
zou zweren dat je toch eerst dit moet oplossen nu. Moet je eens kijken. Het gaat echt tussen, er tussenin staan. En daar is de trap. En Paladin wordt gecued voor 2 subset. Daar is 2 subset. Eigenlijk, als je dan toch steeds er langs komt, had je liever een villager mee willen sturen. Am I right? Hier een town center. Ja, dit is map control wat Fallout doet. Heel zwaar. Even kijken. Ja, hij gaat nu de druk opzetten. Wat ik begrijp. Dus even kijken hoe het hier bij 2 subset en Raylight gaat. Want ik verwacht dat Raylight het nu ook zwaar gaat krijgen. Ik zou een beetje wat agressiever gaan spelen, Raylight. Ik zou even wat barracks of zo pakken. Of oh kijk, er worden onnetjes gemaakt. Ik denk dat er een pad hier tussen gaat komen. Oh wacht, er worden onnetjes gemaakt bij Fallout. Onverwacht. Oké. Ben ik Kessel maar wel een goede keus. Kijk, hier is dan die onnetje die net gemaakt is. Hij wordt er vanaf gehouden, joh. Hij wordt gedenied. Ja, nieuwe villages erbij. En die... kijk uit, kijk uit. Ja, dan moet je ze microen. Dus even kijken bij Raylight. Want ik zie hier... ja, en... Kijk eens joh, dit zijn 26 paladins, hè? Je zou haast denken van... Hier schakel je Raylight mee uit. Oh, oké, okay, dat denkt hij ook. Maar Raylight is hier ook een opmars gaan doen. De traps zijn weg. En het kasteel van Yuri is opgegaan. Nou, dat is een verademing voor hem. Want nu kan hij gewoon een beetje stand houden hier. Hoewel hij natuurlijk zware verliezen heeft geleden. We gaan even terug naar Raylight, want de actie is hier nu. Ja, paladins. Paladins kan een paladin. Dus Raylight doet ook een aanval. En dat kasteel kan nog... Dat gaat neer. Oh, en er is geen antwoord van subset. Het kasteel is neer. En de aanval van de subset gaat hier ook nog door. Mooi naar elkaar schieten. Dus Fallout is nu de lachende derde, hè? Of vierde moet ik zeggen. Dat is de enige waar geen troepen in het kamp zijn. Yuri gaat voor heel veel petards. Wat leuk is, maar die worden misschien wel gewoon gesniped. We gaan wel kijken. Ik ben bang dat die gesniped gaan worden. Oh, hij bewaart ze. Misschien wel verstandig. Kijken we straks. Ik weet niet wat je hiermee van plan bent, vriend. Er staat een kasteel, hè? En als ik dit zie, dan denk ik ook dat de petards gesniped gaan worden. Petards. Ben je kwijt. Petards en eruit.
Kijk maar. Dat is zonde, hè? Het idee is leuk. Ja, ik denk dat er nu wel echt een keerpunt is gekomen. Inmiddels is ook Folight to Subset gaan aanvallen met kleine groepjes. Ja. En Raylight likt zijn wonden, maar is gewoon nog alive en kicking. Oh, dit is ook wel een mooi stukje trouwens. Heel veel resources. Folight kan hier enorm uitbreiden. En vier trebuchets in je kamp. Zonder resources voor units. Dat is een probleem. Ook hier heeft Raylight weer een mooi aantal units. Die gaan sowieso de paladins opvreten. Of ze negeren. Gewoon negeren, ze zijn er niet. Ja, kijk, ik zou dat gevecht ook niet aan willen hoor. Er wordt nog wel hard gestreden hoor, dat is echt wel mooi. Deze zijn ook strontvervelend, hè. Gewoon de hout hier is gewoon compleet denied nu. Wel weer een nieuw kasteel. Keurig. Ja, lok ze erheen. Inmiddels wel wat meer paladins. 10 om 3. Yuri legt het wel echt af hier. Ja, nou dit lijkt mij een redelijk gespeelde match nu. Ja, natuurlijk een vervelende map generation voor de Habsburgers, wanneer je geen directe lijn naar je ally hebt. Dan had je letterlijk eerst een van je allies of je tegenstanders moeten uitschakelen. Maar dat is nog niet zo snel gedaan natuurlijk. Yuri called hem ook hier. Nou, geen kans gehad wil ik niet zeggen, Yuri. Dat gaan we echt niet zeggen. Ja, echt goed gespeeld. Knap stand gehouden hier bij Yuri. En wat een... wat een hulp van 2Subset. Ongelooflijk. Wat een... route heb je steeds moeten nemen om te helpen, joh. Dus even kijken naar de statistics dan. Even kijken. Military, dat is wel gaaf om te zien, hoor. Kijk eens, die Raylight met een dikke piek hier. Toen een aanval met 2Subset. We zien ze ook beide echt omlaag gaan. Maar 2Subset echt hard omlaag. En dat geldt niet voor Raylight. Die bleef nog redelijk staande. Hoewel die hier helemaal wegzakte. Ja, GG teams. Hartstikke mooi. We zien dus in de teamfinale nu... Batons Lumière. Versus, weet ik nog niet. Die match is ook gespeeld vanavond. En dan krijgen we natuurlijk de troostfinale van de Habsburgers versus... Also, vraagteken. En dat is nog iets dat we moeten communiceren. Het gaat ons waarschijnlijk niet lukken om alle teams in te plannen in de comeback
Kit Bracket. Dat ligt aan datumprikkers hoofdzakelijk. Zo eerlijk ben ik ook. En sommige teams kunnen pas spelen halverwege mei. En dan is eigenlijk de finale al geweest. En dan hebben we ook de afterparty. Dus we gaan hem waarschijnlijk verder in tweeën splitten. Wacht eens even. De match van hiervoor moet volgens mij nog tegen Wine & Hops. Dus het is nog niet zeker tegen wie ze spelen. Die liepen ook nog een wedstrijd achter. De winnaar van deze wedstrijd gaat inderdaad naar de halve finale Bravo. Dus de batons Lumières, die zien wij verder. En ik vergiste me in de vorige, want dat was een kwartfinale en niet een halve. Dus bedankt voor het kijken. Capture Aids ging smooth. Ik ben helemaal tevreden. Die update doet mij nu al goed. En succes met de rest van het toernooi. En de volgende keer stream ik weer met mijn kleine hondje. Yo, Brody the Dark. Ja, he is old. Ja. Het is echt ye old. Oké, ye ancient Brody the Dark. Come on.